Maar wat er voor Ajax is gebeurd is niet normaal, jongens en meisjes. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En het is al best wel laat. Ik heb vandaag eigenlijk heel weinig gefilmd. En wie is er weer bij? Ome Dennert, wat leuk. Hey, oh, staat politie, denk ik. Dat is zijn probleem, waarom parkeert hij naast mij? Alle plekken ter wereld beschikbaar en dan toch naast mij parkeren. Ja, hij mag jou niet. Ik snap het echt niet. Zoals jullie zagen in mijn vorige vlog, toen heb ik een auto opgenomen precies in dezelfde kleding, want dat was ik gewoon vandaag. Maar ik heb me de laatste tijd, gewoon de laatste twee dagen, dat ik me iets minder voel. Finn, deze kleding heb je al gewoon de hele week aan. Helemaal niet, man. Waarom lieg je nou? Helemaal niet. Nee, maar ik heb net ook even een coronatest gedaan en ik ben weer negatief. Dus ik ben gewoon een beetje verkouden en een beetje hoofdpijn. Maar ik hoop dat het snel voorbij is. Maar vanavond ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk naar de Champions League wedstrijd. Ajax Benfica. Ja, ik ga namelijk naar de Champions League wedstrijd Ajax tegen Benfica in de Coca-Cola Skybox. Dus het wordt hartstikke leuk. Willem gaat ook mee. Danny gaat ook, maar die gaat niet in de Skybox. Danny zit gewoon tussen de normale mensen, zeg maar. Oh, nee. Danny gaat ook gewoon gezellig mee. Maar niet... Jammer dit. Kijk, last minute mocht ik opeens een plus 1 meenemen. Dus toen zei ik tegen Willem van, joh, ga gezellig mee, maat. Maar ja. We zitten toch bij elkaar. Huh? Ja, jij zit net iets onder ons. Maar goed, Willem gaat dus mee. Ruben gaat ook naar Ajax samen met Joris. Dus eigenlijk gaat iedereen hier in huis. En Danny ook. Iedereen gaat naar Ajax. En Nick. Nick komt hier ook straks heen met een vriend Stijn. Dus het wordt toch één gezellige boel. Mannen, daar gaan we. Wimpy is mee. Nick is mee. Stijntje is mee. Dus jongens, het wordt gezellig. Oh, Wim. Wat lekker, maat. Heb je er zin in? Wie gaat er winnen? Ja, ik zeg dus al de hele dag dat het verlenging wordt. Maar we gaan wel winnen, maar het wordt verlenging. Ah, Wim, als jij zeker weet dat het verlenging wordt, dan ben ik een beetje banger. Hoezo? Straks wordt het echt verlenging. Ja, let maar op. Maar we winnen wel in de verlenging, dus dat is mooi. Oké, dan houden we het daarop. Ik ben weer thuis en we zijn net bij Ajax geweest. Ajax die heeft 1-0 verloren. Ze zijn nu uitgeschakeld in de Champions League. Maar wat er voor Ajax is gebeurd is niet normaal, jongens en meisjes. Danny's auto stond hiervoor op de parkeerplaats. Gewoon echt misschien maar voor een half uurtje. En vervolgens is er een jongetje in een gele jas op een fiets. Is er langsgekomen. Die heeft heel Danny's Lambo ondergekrast. En toen wij naar beneden kwamen zagen we dat. En dan kwam een andere vrouw in de auto en die zei van, yo, we hebben het net gezien. Het is echt net gebeurd. En zij probeerde nog een jongetje te pakken. Maar de beelden van de bekraste Lambo komen hierna. Maar ik wil sowieso even zeggen van degene die dit heeft gedaan, je bent echt een idioot. Sowieso als je mensen auto's gaat bekrassen, wat gaat er in je kop om? Maar echt, what the fuck? Maar goed, fucking zielig voor Danny natuurlijk. Maar ja, kijk zelf maar. Maar goed, nogmaals, ik vind het echt niet kunnen. Dus als je dit hebt gedaan, je bent een sukkel en je bent totaal niet stoer. En je gaat er nog gezeik mee krijgen. Want we hebben camerabeelden, dus we gaan gewoon kijken wie het heeft gedaan. En dan ben je gewoon lul. Maar goed, ik ga lekker in mijn bed liggen. Ik voel me nog steeds niet helemaal top, dus ik ga even lekker slapen. Morgen om 10:00 sporten samen met Niek. En daarna ga ik richting mijn manager Gerard, want dan gaan we een gesprek hebben over mijn muziek. En ik heb er zin in, dus slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen jongens, ik ben weer verdiefd wakker geworden. Zoals je hoort heb ik ook een flinke loopneus. Hey, kan je heel stil zijn? Mannen! Zijn jullie jouw vlog aan kijken? Kijk, dat vind ik dan wel echt lief van jullie. Je hebt hem zelf opgezet. Helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal even, man.
Ruben wilde de vlog zien. Maar ja, zij zijn mijn vlog gaan kijken, maar ik voel me gewoon nog steeds echt gewoon niet zo lekker. En ik weet niet wat het is, ik ga straks weer een testje doen. Maar het zou wel heel gek zijn als ik corona heb, want ik heb nu al 3 of 4 keer negatief getest. En elke keer, zeg maar, vorige keer dat ik corona had, had ik niet hetzelfde als nu bijvoorbeeld. Nu ben ik echt verkouden. Vorige keer was ik niet eens verkouden, maar had ik gewoon heel veel pijn aan mijn hoofd. En dat valt nu al mee, maar ik ben gewoon nu, ja, het voelt zeg maar hier alsof mijn holtes, weet je, zo'n voorholte, hoe noem je dat, ontsteking of zo. Zo voelt het een beetje, dus het is niet zo fijn. En ik zou dus vandaag naar Hilversum gaan, naar mijn manager, om te gaan praten over muziek en zo, en nummers uit te zoeken en kijken wat we allemaal ervoor nodig hebben om dat allemaal te gaan fixen binnenkort. Maar ja, dat gaat nu ook niet door helaas. Dus ja, vandaag gewoon eventjes een dagje gewoon even rustig aan doen, niet zoveel doen. Ik denk dat ik zo weer even lekker in bed ga liggen, serie kijken. En gewoon eventjes een beetje weer op kracht komen, jongens en meisjes. Ik merk trouwens, de laatste vlogs gaan even iets minder dan normaal, zag ik ook gewoon in mijn statistieken. Maar dat komt waarschijnlijk ook gewoon omdat ik opeens heel veel auto's erin heb zitten. En ik was inderdaad veel alleen met Danny, zeg maar. We gewoon een beetje, ja, we deden eigenlijk niet zo heel veel. Maar goed, als ik me straks weer beter voel, ga ik weer meer dingen plannen. Gio komt straks ook weer terug, die heb ik al heel lang niet gezien, dus ga ik een keertje langs weer. Boas heb ik een keer mee gesproken, gaan we ook nog een keer naar het trampolinepark, wordt heel erg leuk. En misschien dat ik binnenkort ook op vakantie ga, want mijn moeder wilde heel graag gaan wintersporten met ons. Nou, met ons eigenlijk alleen met mij en mijn broer en mijn vader, die gaat met vrienden wintersporten. Dus mijn moeder zei van, hé, waarom gaan we niet gewoon lekker gezellig met z'n drieën? Dus dat zou ook hartstikke leuk zijn als dat doorgaat en dan neem ik jullie natuurlijk ook gewoon weer mee. Mannen, tijd is weer corona test. Veel mensen die kunnen dit trouwens niet zelf. Die trekken het niet als ze dit in hun eigen keel en neus moeten stoppen. Maar ik heb het geluk dat ik het wel goed kan zelf. Oké, jongens, eerst in mijn keel en daarna in mijn neus. Of eerst in mijn neus? Nee, eerst in mijn keel. Dan gaan we. Wee, joh. Ja, ik moet altijd niezen als ik zo'n ding in mijn neus heb. Wow, jongens, het is een wonder. Het is een wonder. Weer negatief. Nou goed, ik snap het niet, jongens. Dan is het misschien een combinatie van hooikoorts, verkoudheid en gewoon een beetje ziek tegelijk. Het is niet anders. Jongens, wat zorgen jullie toch goed voor mij? Boontjes, kip en aardappels. Bedankt. Ik waardeer het heel erg. Ik heb de hele dag op bed gelegen, jongens. Alleen maar geslapen eigenlijk. Ik voel me nog steeds niet zo goed, maar... Goedemorgen! Ja! Jongens, ik ben al wat beter wakker geworden. Ik heb alleen nu nog een beetje last van mijn keel. Ik heb heel weinig snot meer, gelukkig. Alleen mijn keel doet pijn. Maar ik voel me wel al beter dan normaal. Mijn Instagram ook weg is. Oh ja, Ruben's Instagram is ook al verwijderd. Ik weet niet wat er aan de hand is. Willem's Instagram is verwijderd. Nee. Ruben nu. Oh ja, Willem heeft 2 Instagrams verwijderd. Oh jongens. Ik heb echt niks fout gedaan, hè? Kijk, nee, er is iets. Er is iets aan de hand. Ik weet niet wat er gebeurt. Danny's auto is ondergekrast. Ze hebben het op ons gemunt, jongens. Waarom? Stel dat ze er echt iets achter. Stel dat het is gewoon inderdaad gewoon echt gewoon. Wat? Nou, dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Dat iemand de auto bekrast en. Het zijn niet best, hè? Ja, maar wij zijn toch hele lieve jongens. We doen nog helemaal niks kwaad. Uiteindelijk, dames en heren. Dames, hij riekt altijd. Ja, hoezo gelijk op de dames, Willem? Nee, Instagram maakt niet per se uit. Leven is ook mooi zonder Instagram. Kijk, mooi gezegd. Hé, hey, mannen, gaan jullie vanavond weer uit? Het is natuurlijk wel donderdag, hè? Dat trainen. Ja, sowieso ga ik uit. Ik sla lekker over. Ik ben benieuwd. Huh? Zit je met Danny dan? Nou ja, Danny. Nee, ik sla lekker. Zo. Ik sla lekker over. Als je weer op Lumpen slaapt vanavond. Zeg maar, stel ik zou wel vanavond mee kunnen dat ik me gewoon wel, zeg maar, ik ben niet meer moe of zo, dan is het denk ik alsnog niet zo verstandig. Nee, ik weet ook niet. Waarom dat we weer weggaan, hè? Ja, precies. Oh ja, we gaan op vakantie. Ja, maar laat je altijd achter, Wim. Nee, ik had volgens mij eerder in de vlog verteld dat mijn moeder het zin had om weg te gaan op vakantie, omdat mijn vader dus ook weggaat. Dus wij. Hè? Voor mij. Oh ja, en voor Ruben, omdat Ruben die kon niet skiën 2 keer, omdat hij natuurlijk nog steeds met zijn hart zat. Maar met zijn hart zat, hartzak. Ja. Maar hij mag nu wel gaan skiën, dus dat is super leuk. Gaan we zaterdag weg? Zaterdagochtend. Zaterdagochtend gaan we dus naar Oostenrijk rijden, naar Sherpa's, waar we eigenlijk altijd heen gaan. Dus dat is, is echt hartstikke leuk. Ik heb er wel zin in. Weet je wat dit is, Frans? Ja, Sahara. Dit is Sahara zand. Zo, het is hardnekkig. Hardnekkig zand. Maar Dan, ik ga gewoon niet mee vanavond. Vin, je gaat gewoon zelf mee? Nee, echt niet. Je loopt te geilen met mijn maat. Ik ben ziek, maat.
Vincent, je bent niet ziek. Je denkt dat je ziek bent. Dat is een groot verschil. Nee, ik ben wel ziek. Wie zegt dat? Wie beslist dat? Dat beslis ik. Ik heb een griepje te pakken, maat. Ik heb geen griep te pakken, man. Heb je koorts? Nou ja, vandaag niet meer. Nou dan? Nee, ik ga niet mee. Danny belde net en die is helemaal teleurgesteld dat ik niet mee uitga. Dus ja, hij komt hier wel vanavond heen, want Ruben gaat waarschijnlijk wel uit, Willem ook, Amber ook. Maar hij was helemaal teleurgesteld. Hij was helemaal boos omdat ik ziek was, maar goed. Ja, ik kan niks aan doen, jongens. Het is wat het is. Ik zag net trouwens op Insta dat er dus ook echt een grieppandemie, zeg maar, nu is. Dat er gewoon echt gewoon dat iedereen opeens griep heeft. Dat zag ik op allemaal van die Jules-kanalen staan op Insta. Dus ja, ik ben waarschijnlijk niet de enige met een griepje. Maar goed, die van mij is gelukkig al bijna voorbij. Ik hoop dat het morgen echt al een stuk beter gaat. Ik heb morgen een meeting met Coca-Cola in Rotterdam. Dus dat vind ik wel even leuk als ik daar even me nog iets beter voel dan vandaag. Ruben, Willem, Amber en Koen die zijn aan het padellen. Dus ik ga even de deur uit. Ik ga even lekker kijken naar ze. Ik ga eens even kijken wat ze aan het doen zijn. Het is namelijk wel lekker om er even uit te gaan. Dan is hij de hele dag een beetje hier in huis. Zo, daar word je ook niet beter van. Kijk eens eventjes, hé! Hey! Mannen! Hoe is het? Wie staat er voor? Jezus. Nee hoor, staat 116. Leuk jongens, nou wij komen even aanschouwen. Even lekker buiten. Even lekker zo'n kei. Oh Wim, wat ben jij slecht? Oh, ja. Wie heeft er? Een eikeltje. Net. Nee. Ja. Wat een loser ben jij. Loser. Klopt. Oh, schammetje, loser. Nu mag ik weer terug. Komt ie, Wim? Na het padellen ben ik lekker naar huis gegaan en heb ik lekker in bed een serietje gekeken. Dus dat was ook heerlijk, waardoor ik me nu veel beter voel. Maar goed, vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie dinsdag om 6 uur weer terug. Later!